ben een South Park fan. Het was alleen maar een kwestie van tijd voordat ik hier een review van zou gaan maken. Het is een van die weinige shows in 2018 die niet bang is voor critici en wie ze beledigen of boos maken met de onderwerpen die ze behandelen. Het belangrijkste voor Matt Stone en Trey Parker, de creators van de show, is dat ze het publiek laten lachen. Ze zijn begonnen in 1997 en laten nog totaal geen tekenen zien dat ze zullen stoppen in de toekomst. Met seizoen 22, die praktisch voor de deur staat, ben ik heel benieuwd wat ze daarmee zouden gaan doen. En om dit te vieren lijkt het mij wel een leuk idee om eens een kijkje te nemen naar een episode die niet alleen diezelfde South Park charme heeft die het altijd al had, maar die ook een enorme impact heeft gehad op de manier waarop wij als mensen vandaag de dag naar South Park kijken en nog zoveel meer. Osama Bin Laden has farty pants. Dit is een van die weinige episodes van South Park die heel veel voor mensen betekend heeft. Maar dan ook echt heel veel. Voor diegenen die niet op de hoogte zijn, ik zal eens wat vertellen over de best wel heftige gebeurtenissen van 9/11. Het was een duistere tijd in Amerika. Heel veel mensen zijn omgekomen, heel veel mensen zijn ziek geworden, giftige stoffen hingen in de lucht. En nog zoveel meer ellende, allemaal op deze ene dag en de dag erna ook nog. De Amerikanen hadden alle hoop al opgegeven. Amerika zou nooit meer hetzelfde zijn. En het was ook al een tijdje geleden sinds Matt Stone en Trey Parker kwamen met een nieuwe South Park episode. Dus toen ze aankondigden dat er een nieuwe in de maak was en dat die snel zou komen, waren heel veel mensen benieuwd wat het zou worden. Wat voor plannen hadden ze voor deze episode? Nou, voordat ik ga beginnen met de episode zelf te behandelen, wil ik het eens even hebben over wat South Park nou zo bijzonder maakt en waarom het zo groot is geworden als het vandaag de dag is. Want ik begrijp dat er mensen zijn die de humor van South Park niet snappen, of er zijn mensen die vinden dat ze te ver gaan. Zoals ik al eerder zei, Matt Stone en Trey Parker houden geen rekening met wie ze beledigen of wie ze boos maken. Zij doen gewoon wat zij grappig vinden en wat de fans willen zien. De episodes van de show richten zich voor het merendeel op recente gebeurtenissen en trends. Dat doen ze met social media, politiek, videogames en zelfs internetmemes. Natuurlijk is niet elk onderwerp even vrolijk, zoals in deze episode waar 9/11 wordt besproken. Maar South Park is niet enigszins van plan om serieus te zijn over dit soort onderwerpen. In plaats daarvan maken ze dit soort onderwerpen compleet belachelijk. Er zijn mensen daarbuiten die vinden dat South Park eens wat volwassener moet doen en deze onderwerpen serieus moet behandelen. Echt waar? Is dat wat we willen? Want als ze South Park zo'n drastische verandering zouden geven, dan zou de show en de mensen die er naar kijken niet meer hetzelfde zijn. Zie je, South Park heeft aan heel veel mensen, waaronder ikzelf, laten zien dat we in plaats van serieus te blijven over onderwerpen zoals 9/11, ook eens een keer de meest belachelijke grappen over moeten kunnen maken om maar een lachje op ons gezicht te krijgen. We kunnen wel serieus blijven over dit soort gebeurtenissen, maar daar worden we nou ook weer niet echt heel veel gelukkiger van. En hoe heeft South Park dit aangepakt? Nou, laten we daar eens naar kijken. Remember when life used to be simple and cool? Not really. Vandaag de dag lijkt dit misschien niet heel veel, maar dit was wat mensen na 9/11 nodig hadden. Mensen moesten eens goed lachen om alles wat hun land gebeurd was en het moest gedaan worden door South Park. Omdat zij de enige waren die dit soort humor kon laten werken. Als onderdeel van een schoolproject stuurden Stan Marsh, Kyle Brovlosky, Eric Cartman en Kenny McCormick een dollar naar 4 jongens in Afghanistan omdat Afghanistan nogal in puin ligt. En precies diezelfde jongens sturen een geit naar Stan toe. Helaas kunnen de jongens de geit niet bij hun thuis laten, dus gaan ze naar een militaire basis om de geit op een vliegtuig te zetten naar Afghanistan. Helaas voor hun worden ze per ongeluk met een vliegtuig meegenomen naar Afghanistan, waar ze kennis maken met de ster van de episode, Osama Bin Laden. En het South Park team heeft er van alles aan gedaan om Bin Laden compleet belachelijk te maken. Je kan wel zien dat Carmen heel veel plezier heeft met Bin Laden. In de tussentijd hebben de jongens heel wat conversaties met Afghaanse versies van hun. Dit is dan wel niet zo grappig als de momenten die Cartman heeft met Bin Laden, maar ze zijn niet heel erg lang, waardoor ze dus ook weer veel meer tijd hebben voor Carmen en Bin Laden. Het beste deel van de hele episode. Sesame! Ooh, tastes like chicken.
ass of a chicken. Osama Bin Laden Has Farty Pants is dé episode die de ware kracht laat zien die South Park daadwerkelijk heeft. Hoewel dit niet mijn persoonlijke favoriete episode van de hele show is, hij valt in ieder geval wel in de top 5 van mij. Van alle adult cartoons die er vandaag de dag op tv te vinden zijn, is South Park mijn persoonlijke favoriet en dit is een van de vele redenen waarom. Tuurlijk, Osama Bin Laden Has Farty Pants is verreweg van perfect. Er is hier een scène te vinden waar Towley een halve minuut op beeld is zonder enige reden. Maar de schrijvers hebben in deze het geluk dat dit hier grappig genoeg voor mij is om het te laten glijden. De ster van deze episode was echter wel Osama Bin Laden zelf. Hij heeft met Cartman een paar van de meest cartoony momenten die we ooit hebben gezien in de hele show. Met de enorme hoeveelheid slapstick en idiote scenario's waar hij in terecht komt hier, zijn een paar van de grappigste scènes die je kan vinden uit een comedy show op heel Comedy Central. Als je een grote fan bent van South Park en je bent op zoek naar een episode met de beste slapstick die je kan vinden in de show, dan moet je hier zijn. Als je niet zo'n fan bent van South Park, maar je bent wel weg van Tom en Jerry, denk ik toch dat dit een kijkje waard is. Het is een episode die ik heel snel aan iedereen zou aanraden die hem nog niet heeft gezien. En zelfs als je nog nooit iets van South Park hebt gezien, kan ik me niet voorstellen eigenlijk. Maar stel dat je South Park nog nooit hebt gezien, is dit denk ik de beste episode om bij te beginnen. Dat gezegd hebben, dit was het dan voor mij voor nu. Als je hebt genoten van deze video, laat me dat dan zeker weten door dat duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn YouTube kanaal voor wekelijks toffe video's als deze. Verder wens ik jullie allen een prettige dag verder en ik hoop jullie snel weer te zien bij de volgende. Dit is Phoenix Star, take care.